versie, er kwam een derde versie. Ik raakte de tel kwijt. Ik bleef herschrijven, aangemoedigd door mijn uitgeverij, door mijn uitgever Thomas en door mijn redacteur Lenneke. En uiteindelijk is het het beste boek geworden wat ik kon schrijven op dit moment. En dat heb jij in je handen. Maar ik ben heel blij dat mag wel een applaus voor geven. Ik heb het gelezen. Ja. Het leest als een trein, als een soort Netflix-serie, plot twist na plot twist. En het gaat over manager Claire. Ja. Die krijgt het aan de stok met juice-kanalen. Kun jij uitleggen, er lopen hier een paar Claires rond. Waarom spreekt dat toch tot de verbeelding, die managers? Ja, ik heb lang gezocht naar een hoofdpersoon. En eerst dacht ik, ik doe een artiest, maar dan zou ik maar één artiest zijn. En ik wilde iemand die echt heel veel te maken zou hebben met online haat, met roddels, met juice. Die een beschermer wilde ik hebben. En Claire, het boek heet ook eerst De Beschermengel. Ik zal dat verklappen. De eerste scoop van de avond. De eerste scoop van de avond. Maar ik dacht, ik moet iemand hebben die de artiesten beschermt. En dat werd Claire, de manager. En ik heb samen met Bart, Bart heeft eigenlijk samen met mij een mindmap gemaakt. Want ik kwam er helemaal niet uit wie nou de hoofdpersoon moest worden. Dus Bart zei, we maken een mindmap. Dat had hij op school geleerd, ik nooit. Daar heb je toch veel aan hem? Nou, serieus. Ik heb hem nog liggen. En dus wolken en dingen. Dit moet erin, dit moet erin, dit moet erin. Wat wordt het centrale punt? Dat werd Claire, de manager. Ben jij Claire? Nee, ik denk dat Claire wel het dichtst bij me ligt, maar ik ben ook Laila, de vega-vlogger, ja. Ik ben ook, alle personen komen uit mij, dus natuurlijk zitten delen van mij verstopt in al die personen. En om het nog een beetje te verkopen, zit natuurlijk heel veel seks in, heel veel geld. Zeker. Vond je het genoeg seks, te veel of precies goed? Er zat een lekker tempo in, ja. Het kwam een aantal keer terug. Precies dat ik even dacht, goed gedoseerd. Nu heb ik er zin in. Ja, precies dat. Sta weer een tijdje droog, kom op dan. Maar wat vind jij, om dan toch nog inhoudelijk over die juice-kanalen te hebben, wat vind je ervan dat die trend zich de afgelopen jaren voort heeft gezet? Ja, de juice-kanalen is een uitwas van deze tijd. Maar het staat natuurlijk voor wat we aan het doen zijn online met z'n allen. De online wereld wordt groter en groter en groter en ook steeds meer realistisch. Ook voor jonge mensen, die hebben een soort half online bestaan en een half echt bestaan. Die durven elkaar ook niet eens meer te bellen, maar die appen de hele tijd. En dat triggerde me heel erg van, oké, wat zijn we allemaal aan het doen online? En die juice-kanalen gaan zo ver in het verspreiden van privé-informatie, dat ik ben van oorsprong journalist. Toen ik op school journalistiek zat, dat was de jaren 80, was een links bolwerk. Je wilde bij de VPRO werken, bij NRC, bij de Volkskrant. Niemand zei, ik wil later roddels gaan verspreiden over mensen. Dat was echt het laagste van het laagste. Zeg maar nu heet het dan entertainment en amusement. Maar en mensen zijn ook steeds zelf meer gaan delen online. Ben jij bang voor de juice-kanalen? Nee, ik weet niet. Ik ben bang voor iedereen. Omdat ik vind ze naar. En ik vind het naar dat ze mensen zo ontzettend lastig vallen met dingen uit het verleden. Dat ze dingen oprakelen. Dat ze dingen doorgeven. Meestal net als iemand gaat trouwen. Of een kind krijgt. Dat zijn normaal mooie momenten in je leven. En de juice-kanalen denken dan, ha, nu kunnen we alle vuiligheid spuien die we ooit over deze persoon hebben gehoord. En dat vind ik heel leuk. Heb je al wat gehoord van Yvonne Coldewijer? Ik heb haar nummer niet. Ik bel haar niet. Ik weet niet of ze. Ik ken haar niet. Ik ben benieuwd wat ze van het boek vindt. Ja, ik heb geen idee. Je maar gaat ook nog. Het staat voor alle juice-kanalen en ook voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Hè. Want niet alleen de juice-kanalen doen het. Het verspreidt zich als een olievlek. We hebben het ook met z'n allen een week over de affaire van Tom Egbers gehad. 20 jaar geleden. Dus dat, we hebben het alleen nog maar, lijkt het soms over privé dingen. En niet meer gewoon over het nieuws. Ik ben echt een hele strenge redacteur. Er is zoveel uitgegaan. Ik denk dat ik een extended versie ga uitbrengen waarin alles in staat wat eruit moest. Maar een van die dingen was,
Dat ging over orka's. Ja, het is een dwarsstraat, maar toch het is niet logisch. Het ging over orka's. En wat is bewezen dat orka's zijn een van de weinige zoogdieren die ook een overgang doormaken. Maar wetenschappers vroegen zich af, waarom blijven ze dan leven? Want wat heeft het voor zin? Ze kunnen geen jongen meer voortbrengen. Waarom gaan ze niet gewoon dood? Dat zou veel prettiger en handiger en logischer zijn. Nee, ze blijven leven omdat ze moeten zorgen ook voor hun kleinkinderen. De kans voor een orka-jong om te overleven is significant groter als zijn grootmoeder nog leeft.